De provincie Utrecht is het hart van het land en een kruispunt voor veel reizigers. Al die mensen hebben iets te vertellen. Ik ga op zoek naar de mooiste verhalen op het station. Vandaag ben ik op Utrecht Centraal. Hier zitten we bij 18 en daar is 14 en 15, bij de Burger King naar rechts. Waar ga jij naartoe? Ik ga naar Almere, naar mijn dochter. Met de fiets? Ik heb een fiets voor haar gekocht, want die van haar is gestolen vorige week. Met alles erop en eraan. Nou, dat is wel echt moederliefde dat je helemaal een fiets ja, laat brengen. Ja, dat heb je over voor je kind. Hè? En het is net of ik met Pocahontas hier in de stationshal sta. Ja, ik heb mijn eigen stijl. En ik doe niet mee aan de mode en aan de leeftijd die ik heb. Ik vind het heerlijk om mijn eigen gang te gaan. Ik zoek dingen op waar een ander niet komt. Oh ja? De Mount Everest? Nou nee, ik blijf wel een beetje in de omgeving. Oh, ja. Ja. En op wat voor manier denk je van dat jij anders in het leven staat dan andere vrouwen van jouw leeftijd? Mag ik eerlijk zijn? Ja, ik geloof in God. Ja, oké. Okay. Ik wil christelijk leven en ik wil leven zoals het eigenlijk in de Bijbel staat. Okay. En dat geeft mij heel veel ruimte, licht en mogelijkheden. Want je en kan visie. Ook een lange rok aan hebben dan, maar ja. Zo sta je er niet nee, in. Nee, ik geloof dat God wel een knipoogje geeft naar de mensen, dat we vrij mogen zijn. Als we maar niet te ordinair gekleed gaan, dat is mijn mening hoor. Ja. En ik wil altijd als ik mensen ontmoet een stukje met ze meelopen om te kijken wie ze zijn. Dus dat is mijn... Wat mooi. En hoe doe je dat in de praktijk? Om mensen op te zoeken die het wat minder hebben, die echt hulp nodig hebben. Ik bemoei me ook met een gezinnetje waarvan die ouders minder bekwaam zijn met 5 kinderen. En dat vind ik ook heel fijn om daar naartoe te gaan en boodschappen voor ze te doen of op te passen. En met oudere mensen wandelen die niet naar buiten kunnen. Oh, wat goed. Dus ik rol ze overal naartoe. En je doet vrijwilligerswerk? Allemaal vrijwillig, ja. Ik krijg geld en voor dat geld wil ik wat doen. Hoe bedoel je, krijg jij geld? Ik krijg uitkering. Oh, oké. Okay. En daar ben ik heel dankbaar om, dat het er is in Nederland. En daarom wil ik wilde gewoon zijn voor een ander. Ik kom uit een rumoerige jeugd. Mijn moeder was ziek en mijn vader was alcoholist. En ik ben er 1 van de 10. En ik ben 3 keer getrouwd, 3 keer gescheiden. Dus ik heb, de rest zal ik je maar besparen. Dus daar waar ik geweest ben, waar ik wat mee heb genomen, wil ik ook weer geven aan een ander. Dat is eigenlijk mijn motivatie. En je zegt van ik ben 3 keer getrouwd geweest, 3 keer gescheiden. Ja. Was dat jouw keuze? Nee, daar kies je niet voor. Eerst ben ik heel erg jong getrouwd. Mijn oudste zoon is al 37. En dat ging mis, dat huwelijk. Omdat ik een klote jeugd heb gehad. Ging dat helemaal niet goed. En toen ben ik weer opnieuw getrouwd. Dat ging ook niet goed. En toen weer eigenlijk met dezelfde man, die is alcoholist. En toen had hij een ontwenningskuur gevolgd. En ik dacht, het gaat om 8 levens. Ik geef mij zelf een kans en ook mijn ex weer. En toen zijn we weer met z'n 8 samengeleefd, maar dat ging weer mis. Met z'n 8? Want je hebt ook 6 kinderen. Ja, 6. En hoeveel uit welk huwelijk? 2 uit mijn eerste huwelijk. En 4 uit mijn tweede huwelijk. En toen je bent een 3e keer getrouwd en dat was met eigenlijk met nummer 2 of nummer 1? Nummer 2, voor alle duidelijkheid. Dus oké, je was gescheiden met nummer 2 en toch weer bij elkaar gekomen. Ja, en dat ging ook eigenlijk weer mis, want hij kon de alcohol niet laten staan. Maar er zijn ook wel problemen omtrent mijn kinderen. Ja. Nog steeds? Ja, er is nog wel wat aan de hand. Ja. Maar ik denk dat iedereen dat wel heeft. Ja, als je 6 kinderen hebt, dan heb je meer mogelijkheden dat dingen misgaan dan dat je er 1 of 2 hebt. Dus, de verstandhouding is niet met iedereen even optimaal? Ja, nou, de deuren staan wel open. Maar de een heb ik wat meer contact mee dan met de ander. Ja. Ja, dus ja. Jij neemt iemand wat kwalijk, maar heb je het idee dat ze jou... Dat zij jou wel wat kwalijk nemen? Ja, als ik eerlijk moet zijn. Toch wel, ja. Nou raak je wat. Ja, dat is wel jammer, want ik heb het zo niet bedoeld. De jeugd die ze gewenst hadden, die is niet ingevuld voor ze. After all that we've
Neem je jezelf iets kwalijk? Ja. Ja, dat ik in een verkeerd huwelijk ben gestapt. Dat is wel iets wat ik mezelf kwalijk neem. Dat ik wel gewaarschuwd was. En dat toen ik ervoor stond. Maar ja, weet je, wat heb ik aan mezelf iets kwalijk nemen? Ik kan niet meer terug naar die plek. Het gaat nu om nu. Iedere keer weer opnieuw gaat het om nu. En daar wil ik wat moois mee doen. Ja. Zo, dat is een lekker ijsje. Ja. Zo, nice. This really surfy thing going on. Are you a surfer or is that? Yeah, I surf back home. Okay, yeah. And where are you from? I'm from Australia. Yeah. Really? Yeah, I spent 6 months traveling around Asia, and scuba diving and surfing and yeah, relaxing and then now I've been in Europe for nearly 1 year now. Time taught you, and you told me nothing gonna get us down. Do you have family here? I have family, yeah, in the Netherlands, yeah. Oh, really? Yeah, yeah, yeah. You have Dutch roots? I do have Dutch roots, yeah, yeah, on my mother's side. In Haaksbergen and Oldenzaal and in the east, and also in Den Haag and Amsterdam and Utrecht. And, oh, yeah, yeah. Actually loads of family. Yeah, lots of family over here. But I guess Melbourne, Oldenzaal is quite a difference. Very, yeah, very, very, very different in the two, yeah. What happened that you stayed so long? I loved it so much over here and made lots of new friends and yeah, it was great to be here and I didn't want to go home. I still don't want to go home, but I've got no more money, so it's time to go. U bent een echte Utrechtse? Ik ben een Utrechtse, ja. Waar bent u geboren? Gewoon hier in Utrecht, in Wittevrouwen. Wittevrouwen, oké, dat was uw wijk? Dat is mijn wijk, ja. En nu loopt u hier, wordt er overal gebouwd en gedaan. Ja. Hoe herkent u uw statie nog wel terug zo? Nou, in het begin had ik er even moeilijk mee, hoor. Maar ja, ik wist al half van hoe de toestand was. Maar ik zat even met in- en uitchecken. Maar dat moet ik toch maar. Maar dat zal wel goed zijn. Kan uw man niet een beetje helpen nee, met het? Nee, de man is al overleden. Oh. Is al 6 jaar overleden. Ach, maar hoe lang was u samen met uw echtgenoot? Nou, we waren net 50 jaar getrouwd. Ja, dus het was een mooie tijd. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're... En een gelukkig huwelijk? En gelukkig, ja. Ik heb 4 kinderen, dus 3 zoons en een dochter. Maar 1 zoon is verongelukt, waar ik zelf meegemaakt heb. Zo hé. Ik zat in de auto en op een gegeven moment was op visite geweest bij een schoondochter. Mijn schoondochter had die afgezegd en toen zei hij, nou, ik breng jou zo even naar Utrecht toe, want die woont in de Meren. We zitten nog geen 5 minuten in de auto. Ik word niet goed, zegt ze. Ik zet de auto aan de kant. Nou, zo is het gegaan. Maar en ik helemaal in paniek. Ik had geen mobieltje bij me. Nou, helemaal, het was helemaal radeloos. En s'nachts om 1 uur. Won't you stay with me? 'Cause you're all I need. Ik denk, hield er maar een auto stil. Maar het was zo druk daar, precies op die bocht. En eindelijk kwam er een auto terug. Mevrouw, wat is er aan de hand? Ik zei, mijn zoon is niet goed geworden. Hebben ze nog gereanimeerd, maar helaas.
Ja, zo ben ik. En 52 jaar was ik. Afschuwelijk. Ja, dat was wel heel erg. Ja, dat heb ik ook nog even. Het is nog niet zo lang geleden, 2 jaar. Het is 2 jaar geleden. Hemel. 2 jaar geleden. Hebben ze naar het Diekenessenhuis gebracht. Nou, daar zijn we naartoe gegaan. Nou ja, daar lag hij dan op die brancard. Nee. Maar hopeloos. Ja, nee. Moet er niet meer. Ja, het is verschrikkelijk dat weer. Ja, vergeten doe je het nooit, daar gaat het niet om. Maar ja, dat je zo eens mee moet maken, hè. Onbegrijpelijk. Ik heb nachten niet kunnen slapen. Maar ja, ik laat het nooit zo merken. Maar hoe lost u, als u dan alleen thuis bent, wat doet u dan? Ja, dan krijg je wel eens van die houtbuien en dan denk je er weer aan. En ja, dan zie je het allemaal weer afspelen. Maar ja, het gaat nou geleidelijk steeds beter. En laat u het dan wel toe? Ja. Als het komt? Ja, wat dacht je? Je moet het kwijt, hè. En er wordt veel met je kinderen erover praten en met mijn schoondochter. Ja, die hebben het ook goed verwerkt, hoor. Er staat nog versteld van. Ja, het is toch haar man die ze kwijt is en op zo'n jonge leeftijd. Wat zijn nou hele fijne herinneringen die u aan uw zoon koestert? Bijzondere momenten? Ja, hij was altijd gezellig, klaar. Het was altijd lachen, een hele verhaal. Hij had altijd verhalen over Utrecht gehad. Hij was zo gek altijd. Vooral met mijn man, hè. Oh, man. Er kwamen allemaal dingen wat wij al soms vergeten, weet je wel. Dat kon hij allemaal nog naar boven brengen. Oh ja, wat is dit? Oh, dat was dat, ja. En veel lachen altijd met hem. Het was een vrolijke jongen. Ja. Sip another glass of wine. In our garden in the moonshine. Let the shimmering soothe the battle. Ladies, hebben jullie dezelfde kapper? Nee. Jullie hebben wel gevoel voor volume. Ja, het gevoel niet, ik heb volume. Je hebt volume, ja, jullie doen iets goed. Ja, heel goed. Subscribe to me while you read the books you read. Do they bring you peace? Waar gaan we naartoe? Ik ga het centrum in op het moment. En wat ga je daar doen? Een beetje rondlopen. En ga je alleen de stad in? Nee, ik ga samen met mijn meisje. Hoe lang zijn jullie al samen? Aankomende zondag een halfjaartje. Oké. Want jullie wonen nog niet samen? Nee. We doen het rustig aan. En waar woon je? Ik woon hier in Utrecht, in Sterrenwijk. Woont je familie daar ook? Nee, mijn familie komt uit Alphen. Oh. Dus ook niet de andere kant op. Dus. Die zie je nog wel? Ik loop niet de deur plat. En bij mij ook niet, dus dat vind ik wel prettig. Waarom is dat? Verleden. Het klinkt af en toe gewoon niet tussen mij en mijn vader. Dat ik daarop hou. Dus, niet zozeer met je moeder, maar met je vader? Ja. Gewoon een stroeve band heb ik met hem. Be helpless, be grieved, be broken, be incomplete, be pale. Hier ben ik opgegroeid in internaat en dat soort dingen. En hoe oud was je toen je in het internaat terecht kwam? Moet ik even goed natellen. Ik was 6 toen ik uit huis ging. Waarom was dat eigenlijk? Ik kwam op een school terecht. Wat ik zover begrepen heb, is dat ik daarna omgeslagen ben in mijn gedrag naar mijn ouders toe. En dat was van een school die had verteld, ja, het is niet je echte moeder. En nou ja, van een vrouw kan je wel meer maken. Dus, maar kwam jij er pas zeg maar later achter dat het niet je echte moeder was? Ja, ik wist op mijn 6e dat ik het wel wist. Maar ja, hoe moet je ermee omgaan als jongen van 6? En dat was best wel lastig. Just let go, the study of your soul. Dus jij was een klein jongetje en je woonde bij je ouders. Ja. En jij wist niet beter dan dat je moeder was. Ja. En toen kwam je erachter, op een jaar of 6, dat het niet je echte moeder was. Ja. Dat lijkt me heel verwarrend. Dat is heel verwarrend en heel hard voor zo'n jochie op dat moment. En ja, daarom ben ik uit huis gegaan. Want ik kon het niet. Mijn moeder kon het toen op dat moment niet meer handelen en mijn vader ook niet meer. Ik deed echt alles wat niet mocht op dat moment. Als mijn moeder had gekookt, had ik het niet op, zat ik het tegen de muur aan te gooien, bij wijze van spreken, zover ik begrepen heb. Wat grappig, want je zegt eigenlijk van, zoals ik begrepen heb, als je dat hoort, want zelf weet je het eigenlijk niet meer nee, zo goed. Nee, want dat heb ik echt helemaal afgesloten. Ik weet tussen mijn 0 en mijn 12 weet ik gewoon helemaal niks meer. Dat stuk, meen je het nou? Ja, dat stuk heb ik gewoon helemaal. Ja. Door internaatleven heb ik dat
stuk gewoon eigenlijk helemaal afgesloten. Was dat zwaar? Nou, het internaatleven heeft me wel goed gedaan. Maar ja, wat ik al zeg, tussen de 0 en de 12 weken gewoon niks meer. Heb je enig idee waarom je echte moeder niet bij jou is gebleven? Nee, zover ik weet was... Weet ik niet. Tot nu toe ging het niet goed tussen hun en ze wou altijd een dochter hebben of weet ik veel wat. Dat zijn nu de verhalen. Maar ja, dat boeit me eigenlijk ook niet meer. Hoe was het toen je je moeder voor het eerst ontmoette? Spannend, eng, leuk. Met begeleiding erbij en op een neutraal terrein, dat weet ik nog. Ja, en daarna kwam het van mijn kant af. Ik belde en dat soort dingen. Maar dan hoor je weer niks en dan bel je weer een week later en dan is ze er niet. Dan vraag je weer als ze terug kan bellen en sindsdien heb ik gezegd. Toen was je toch een beetje teleurgesteld? Teleurgesteld, boos. En sindsdien heb ik gezegd, kijk het maar. Be patient, be keen, be fine, be all you need. But live a simple life. Denk je dat je zelf ook ooit kinderen krijgt? Ja. Misschien wel met deze vriendin? Dat is wel de planning. Oh ja? Heb je het daar al over? Ja, daar hebben we het al over. Maar eerst willen we samen gaan wonen en dan kijken hoe het gaat. En dan, ja. We willen het samen wel. Live a simple life with me. With me. Can't you tell something in the way I called your name? Waar gaan jullie naartoe? Ik ga naar Sittard. Woon jij in Sittard? Ik woon in Sittard. Oké, en jij? Ik ga naar Amsterdam. Oké, dus dat is totaal de andere kant op. Ja, ja, precies. Ja. Gisteren heb ik gespeeld hier in Utrecht met mijn band en Meer was meegegaan. Oké. En vandaag moet zij werken vanavond, ja, en ik ook. Jij bent muzikant en jij? Ik heb een kroeg. Wat voor kroeg heb jij? Een blues rock'n'roll kroeg. En hoe ziet het eruit? Is het een beetje met allemaal jukes hier en Elvis bijvoorbeeld? Is het een beetje een jukebox? Ja, ook. En heel kleurrijk. En eigenlijk gewoon de nadruk ligt op gewoon lekker jezelf zijn. En wat zijn jullie van elkaar? Ja, dat is moeilijk, hè? Ja, dat is ingewikkeld. Maak wel wat. Vriend, vriendin. Maar vriend, vriendin als in een setje of setje. Vriendschappelijk? Ja, klopt. De vraag, maar niet zo'n moeilijke vraag. En hoe lang zijn jullie al in deze vage stand van samen? Oh jee. Ik denk al een jaartje of twee of zo. Ja, zoiets. Ja, heel vaag. Ja. Nou ja, wat het natuurlijk is, is zij heeft de kroeg, ze werkt in het weekend. Ik ben muzikant, dus ik ren regelmatig op tour. Dus ja, ik ben dit jaar 6 weken in Australië geweest, toen ben ik weer weg. En dus ja, dat is het vrij moeilijk natuurlijk om... Want jouw band doet het dus wel zo aardig dat je dus de hele wereld over gaat? Ja. Amerika, Japan zijn we geweest, zo. Australië. Wauw. Ja. It's so strange, but it's true. Can't believe I'm still in love with you. Maar het is in het genre... Van jaren 50 rock'n'roll en rockabilly, dat doe ik. Er zijn niet enorm veel bands van mijn leeftijd die dat genre spelen. Dus ik denk aan Chuck Berry-achtige dingen? Ja, precies. Ja. En dus als je er een beetje tussenuit schiet, dan kom je al gauw in andere landen, zeg maar. Oh ja, en dus in pak helemaal? Helemaal in pak. Nou, je Chuck Berry zegt, daar heb ik ook gitaar voor gespeeld. Oh ja, voor de echte? Ja. Voor de levende Chuck Berry? Ja. Hoe kwam dat zo? Er was een festival in Hollywood Showdown. Toen, in die tijd woonde ik in Amerika. En daar was ik de huisband. En die haalde altijd de Coasters, Chuck Berry, Frankie Ford, noem maar op. Alle oude legendes die nog leven. En die moest ik allemaal begeleiden. Oh, maar dat is te gek. Dus ja, super, hoe was dat? Superleuk. Want jij komt uit? Ik kom oorspronkelijk uit Utrecht. Oké, dus hoe is het dan voor een gozer uit Utrecht om ineens met Idool op het podium te staan? Ja, ik was zenuwachtig met Chuck Berry natuurlijk. Dat is mijn held. Dus ja, het was superleuk. Kicken natuurlijk. Wat zei hij tegen je? Oh jee. Ik zeg van, hij had geen setlijst, helemaal niks.
geen toonsoorten. Ik zeg, dus we moesten beginnen. Ik zeg, Mr. Barry, what songs are we gonna play? Son, we're gonna play some Chuck Berry songs. Dat zei hij. Been so long, I've carried this confession on my own. Maar we begonnen eigenlijk dit gesprek met dat ik zat te vissen een beetje naar hoe jullie status was. Jullie waren allebei eigenlijk een beetje vaag. En dat kan je dan wijten aan je muzikantenbestaan, je vrije leven. Maar vinden jullie het niet ook gewoon moeilijk om aan jezelf toe te geven of open te zijn erover? Zijn jullie verliefd op elkaar? Ik wel op hem. Ik ook op haar. En zeg je dat ook wel vaker? Nou, zij zegt het vaker dan ik. Huh? Ja. En als ik jullie over 10 of 20 jaar zo, weer tegen zou komen? Dan nog? Dat weet ik niet. Ja, dus heeft rock'n'roll leven jullie dan te grazen? Nou, dat ben ik. Ik denk niet dat rock'n'roll leven me ooit te grazen neemt. Maar een gezonde levensstijl is er niet, denk ik. Alleen ik zeg altijd, het gaat niet om gezond. Ik word liever leuk 60 dan lullig 80. Dus ja? Ja, absoluut. But it's true. Oh, I can't believe I'm still in love with you.